grijpen naar mijn aantekening. Had jij toevallig die documentaire die ik had gestuurd over propaganda? Of die propaganda heet? Heb je die nog gekeken? Nee. Nee. Okay. Heb jij hem wel helemaal gezien? Ik heb hem nog niet helemaal afgezien, maar het is... Zeg maar, als je tijd hebt, het duurt ongeveer anderhalf uur. Het is een documentaire gemaakt in Korea. Noord-Korea. En het is ook in het Koreaans, maar het is ook Engels ondertiteld en Engels gedubt. Dus met Engelse voice-over. En het legt bijzonder netjes uit hoe propaganda in de westerse wereld in elkaar zit. En dan gaat het dus ook over... En hoe bijvoorbeeld de oorlog verkocht wordt aan mensen. En ook met, maar niet zozeer zo van, het is afschuwelijk dat dat gebeurt. Nee, het is meer zo van, hey, wist je dat deze mechanieken werkend zijn? En dus dat overheden gebruik maken van adverteren en van reclame. Om ook bepaalde meningen of trends zeg maar ook in de markt te zetten. Letterlijk. Ja. Het is wel interessant, want wij zien natuurlijk altijd Noord-Korea en we zagen vroeger de communistische landen als het voorbeeld van landen die aan propaganda doen. Ja, dat en is ook een beetje backwards, hè? Een beetje achterblijvers technologisch gezien en ook of ze wel weten wat er in het Westen gebeurt. Maar dit is een bijzonder goede deconstructie van hoe propaganda werkt en het grappige is... Af en toe refereren ze ook naar hun eigen land. En dan gaat het over onze grote leider. En hoe goed het wel niet gaat. Korea het wel niet doet, et cetera. Die vermenging tussen. Maar propaganda is echt een interessant iets. Want het is dus iets wat inderdaad door de overheid wordt opgelegd. En ik dacht altijd dat het iets heel actiefs zou zijn. Hè? Dat de overheid heel actief. Dus propaganda en censuur. De overheid heel actief zou zeggen van dit mag je niet schrijven en dat mag je wel. Maar dat doen dus mensen zelf. Ja. Dus de kranten die censureren zichzelf. Ja. En ze proberen zeggen, dit zal wel niet mogen. Ja. En ze proberen elkaar ook te one-uppen in het prijzen van de grote leider. Ja. Maar in Europa gebeurt het ook. Want je gaat geen dingen schrijven die niet... waarvan je weet dat mensen dat niet zo tof gaan vinden. Maar het is een beetje menselijk gedrag, hè? Je gaat je een beetje sociaal wenselijk gedragen. Dat doen mensen nu eenmaal. Ja, maar dus propaganda is misschien wel sociaal wenselijk gedrag vertonen. Het is zeker wenselijk om iedereen een soort van op hetzelfde spoor te houden. Hè, dat merk je. Het is ook wenselijk om niet opgepakt te worden. Ja, ja, want op een gegeven moment zal ook... De rechtsstaat zal zich aanpassen op de consensus. En als je daar dus invloed op hebt als een regering, dan is dat bijzonder. Ja, dat is best wel veel macht die je mensen in handen geeft. Ja. Maar ik vind het altijd opvallend inderdaad hoe mensen daaraan zelf aan meewerken. Ja. Ik vroeg het me af ooit in Griekenland. In Griekenland zijn de verhoudingen tussen mannen en vrouwen, die zijn, dat we zeggen wat klassieker. Mm-hmm. En ik vond dat altijd raar. Dus ik was op een gegeven moment op bezoek bij een familie. En toen zei ik van, ik help wel even mee met afwassen. Nou is dat trouwens niet iets wat ik vaak doe. Zeggen dat ik help met afwassen. Ja. Maar goed, dat deed ik toen wel. Toen zei ze, nee, ga maar lekker zitten. Naast de heer des huizes wil je een biertje. En dan ging de vrouwen gingen afwassen en die haalden een biertje voor me. Oh, wauw. Dus dat zeiden niet de man zei niet ga zitten, nee, de vrouwen zelf zeiden dat. Ja, dat was gewoon en toen vroeg de ik rol later die was ook opgelegd. Van hoe. Nee, dat was de rol die ze ook zelf in stand hielden. Ah, okay. Dus ik vroeg van, hoe zit dat? Van, ja, we willen jullie er helemaal niet bij. Dus het was dat was hun moment, zeg maar. Dus dat idee dat dat soort rollen, dat die onderdrukkend zijn, het is iets subtieler dan dat. Het is ook, het is ongelijkheid, maar het is niet dat mannen dat opleggen of zo. Het is, en dat is hetzelfde met propaganda. Het is niet dat de overheid dat allemaal oplegt. We doen daar zelf aan mee. Ja. Het is raar. Het is fascinerend. Ja.